Hallo ontzettende knoesten en welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Dark Souls 3. Ik heb er zin in. De laatste keer was het best wel moeilijk. We gingen best wel vaak dood. Maar laten we beginnen. Oké, we zijn geëindigd in Highwall of Lothric. Waar we de vorige keer heel veel dood gingen. Hopelijk is het nu wat minder en weet ik waar ik naartoe moet. Oh shit. Ja, die draak is echt vervelend, ouwe. Het is echt niet normaal. Het is echt heel vervelend. Oké, hier kwam een motherfucker. Die nicht, als het goed is. Yep, daar is die. Deze is dus heel vervelend. Kijk, dat doet hij dus ook met zijn schild. Dat vind ik echt heel kut. Want dan kunnen we heel moeilijk achter hem komen. En hij pakt ons weer. Als ik nu doodga, ben ik echt boos. Niet doodgaan! Godverdomme, nu ben ik weer mijn zielen kwijt. Ik heb er al zo weinig. Godsamme, man. Dit poppetje hebben ze echt veel te sterk gemaakt. Al in het begin van het spel is die al veel te sterk. Nou, nu gaan we maar even terug om onze zielen te pakken. Jongen. Wat een kutspel is het eigenlijk ook, hè? Ja, en natuurlijk weer in het vuur. En mijn halve leven is van je naar de tering. Waarom ook niet, hè? Gaan we weer drinken. Hebben we nog maar één Estus flask over. En wie hebben we hier? De nichtrijder natuurlijk. Jongen. Ik wil gewoon even langs je heen, ouwe. Ik wil gewoon even langs je heen. Jongen. Oh, ik was hem ook alweer helemaal vergeten. Kunnen we alsjeblieft bij deze bonfire even rusten? Dat heb ik echt even nodig, namelijk. Dat kan dus niet, want hij zit achter me aan. Ja, ga maar even dood, jochie. Alsjeblieft. Rusten bij de bonfire. Wat we de hele tijd al houden. Jongen. Deze motherfuckers zijn dus aan het bidden. Wij hebben daar scheid aan. Oké, wie is het? Hij is het. We zijn dus te laat. Wij zijn dus te laat. Oké, hier naar beneden, alsjeblieft. Ik heb dus echt geen zin om met hem te vechten namelijk. Oh nee. Oké, we hebben ze. Lekker man, lekker. Oh hallo, Babushka. Kijk eens, recht in je rug. Wat vindt u hiervan? Lekker, hè? Geweldig. Hey, klerenleier. Waarom moeten ze zo sterk zijn? Vang deze even, je kut. Oké, vangen, jongen. Alsjeblieft, mag je gratis hebben. Kijk eens, wil je er nog één? Alsjeblieft, pokebal op je smoel. Kijk, hier heb je er nog één. Alsjeblieft. En nog eentje. Oh, wat een hond. Oh. Gooi hem. Yes, we hebben hem. Helemaal mooi. En hij dropt natuurlijk helemaal niks. Wat natuurlijk perfect is. Dat vinden wij echt geweldig. Oh! Waarom schrik ik me zo erg de tering in dit spel, ouwe? Wat is dit, man? Ik moet echt een paar ballen groeien, want dit is niet normaal. Oké, ik zie daar dus een item, als het goed is. Hier beneden loopt een hond. Wat altijd heel fijn is. Vooral als ze zo gruwelijk lelijk eruit zien en echt van die hele grote tanden hebben. Dat is natuurlijk perfect. En ze moeten heel erg grommen. En natuurlijk drie andere poppetjes in de buurt zijn. Dat vinden wij echt perfect. We weten nu zeker dat we niet doodgaan. Hallo gozer, ben je leven zat of zo? Kijk eens, ik help je wel even. Alsjeblieft, geen probleem. Oh, een chest. Oh. Wacht even. Voor de zekerheid slaan. Er is niks mis mee. Kunnen we gewoon openen. Wat is dit? Een Silver Eagle Kite Shield. Oh, die is dus wel beter als het goed is. Dan neem ik die toch lekker. Perfect. Hier, vangen, kut. Alsjeblieft. Wil je er nog één? Geen probleem, man. Alsjeblieft. Heb ik nou gewoon al mijn bommen verspeeld? Ben je serieus? Vangen. Oké, dit is heel slecht. Oké, ik moet echt even helen. Oh, ik zit vast in een stoel. Fucking hell. Alsjeblieft. Kijk eens. Alsjeblieft. Geen probleem, jochie. Kijk eens. Nou, dat ging nog best wel makkelijk.
Oké, we gaan heel even kijken wat hier allemaal zit. We hebben nog één Estus Flask over. Een Estus Shard. Wat is een Estus Shard? Wat hoor ik allemaal voor geluiden hier? Oh, dat is die dikzak. Daar gaan we natuurlijk niet mee vechten. Dat is echt fokt. Een Selkie. Oké. Kunnen we die voor die ene gebruiken die we zagen in de vorige aflevering? Met die puntmuts. Hey, Fatty, vet, vet. Hey, Fatty. Oh, Fatty, vet, vet ziet me. Oh, nee, Fatty, vet, vet. Snel, 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 snel. Gebruik dit, gebruik dit. Oeh, Fatty, vet, vet. Nu kan je er niet komen, hè? Haha. Wow, wat is dat voor Pokémon-aanval, ouwe? De tering. Kan ik hem van boven pakken? We gaan het gewoon proberen. Fuck hem. Echt een lul ben ik. Nou ja, we zijn al onze zielen kwijt. Geweldig. Dat is precies wat we wouden. Oké, Fatty Fat Fat is daar. Zouden we misschien kunnen rennen? Ik ga het gewoon proberen. Oké, ren langs Fatty Fat Fat. Oké. Oké, hij ziet ons, 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 hij ziet ons. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Ga hier snel op, ga erop, ga erop, ga erop. Volgt hij ons nog of niet? Fatty vet vet. Oh, hij is ons vergeten. Kunnen we niet gewoon daarheen rennen? Zal ik het proberen of niet? Ik wil niet al mijn zielen kwijtraken, dat is het hele probleem. Oké, dan gaan we even kijken. Oh, dat kon hier natuurlijk niet. Oh, dat kon wel bij het eerste deel. Oh, we moeten naar die vrouw toe. Dat is waar ook. Om onze level omhoog te krijgen. We kunnen travelen. We kunnen travelen. Zullen we dat doen? Zo'n pokkenend. Ah joh, gaan het wel even doen. Ik moet even wat sterker worden namelijk. Oké, we kunnen maar één keer een skill omhoog werken. Jammer genoeg. Ik had dus gelezen dat je voor de Uchigatana, die zwaard die ik in mijn inventory heb, volgens mij 14 strength nodig heb en 14 dexterity. Dus ik denk dat ik dexterity omhoog ga werken. Oké, als het goed is, moeten we nu dus. Kan dus niet. Ze hebben me genaaid. Wat een gekut. Ik heb nu voor niks shit uitgegeven. Fact. Geweldig. Daar hou ik echt van. Ik wil gewoon verder komen in het spel, maar ik weet niet hoe. Echt perfect gedaan. Echt geweldig. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Alles gaat omhoog. Gaat omhoog. Alles gaat omhoog. Oh, hier is die. Puntmuts. Yes, we hebben hem bevrijd. Nee. No, you're from far away. Ja, Holland. And judging by the bell, Welke bel? you must be some of that unkindled ash. Sketchen van Pallettown. Wat is een grand request? Ja joh, helemaal goed. I am great gift to you. Oh, wat doet hij nou? Huh? Holy shit. Hij is gewoon weg. Hans Kazan. Oké, we hebben een bluestone ring of zo gekregen van die Chappie. Even kijken. Increase damage absorption when HP is low. Ja joh, trek hem maar gewoon aan joh. Ik had wel verwacht dat hij even een goede zwaard of zo ging geven. Van hey, dankjewel, je hebt ons bevrijd. Hier heb je het beste zwaard van heel Dark Souls 3. Dankjewel, pik. Oh mijn god, iedereen. Ik val weer helemaal naar beneden. Perfect. Hoe, waarom ook niet? Nou, hij staat weer klaar om te schieten, hè? Maar wij trappen daar niet in. Oh. Oh, wat een lul. Hij is gewoon naar beneden gevallen. Hallo. Doei doei. Oh shit, nee, 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 nee. Dit meen je niet. Oh mijn god. Echt zo'n kleine enemy. En alsnog gewoon heel veel pijn van hem krijgen. Godsamme. Perfect! Dit is precies wat ik wou. Doei doei.
Doei doei. Ga maar weer daarheen. Oh, wat gebeurt er nou? Oh, ik was die hele hond vergeten. Ik schrik de hele tijd. Oh, ik ben weer dood. Oh, ik kan dit niet. Ik kan dit niet, jongens. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Oh, ik was die hele hond vergeten. Kan ik hier naar beneden? Oké, perfect. Black Firebomb. Geweldig, jochies. Geweldig. Oké, we wachten tot hij een beetje links is. Oké. We gaan nu rennen. We gaan nu rennen. Oké, we hebben het gehaald. Oh, ze zijn overal, die gasten. Oké, vangen, pik. Ah, oh, hoe kan dat nou mis zijn, pik? Even drinken. Dan pakken we die andere morselhoofd ook nog even. Ja, je probeert alleen maar te schieten, jij. Je hebt er helemaal niks aan. Het is gewoon vervelend. Oeh, zou ik daarheen springen? Ik heb geen idee. Zou ik het gewoon proberen? Fuck it. Oh nee, hoe sprong ik ook alweer? Oh shit. Ik heb het verneukt, hè, jongens. Oh. Ja, ik heb het verneukt. Ik moet weer terug. Rennen. Ik hoop echt dat dat een item is wat ik nodig heb. Anders heb ik het echt voor Jandul gedaan. Wat een goldje ben ik ook. Wacht, als ik zo spring, dan moet ik het wel halen, toch? Oké, ga spring. Godverdomme. Yes, we zijn er. Ring of Sacrifice. Beter voor je is het echt een goede ring, anders. Lose nothing upon death, but ring breaks. Perfect. Perfect, man. Echt perfect. Welke kant moeten we op? Wat zegt dit? Shortcut ahead. Oké, wat de fuck is een shortcut? Ik weet wel wat een shortcut is, maar... Welke kant is de shortcut? Kom maar. Ja, tuurlijk. Raak me maar weer. Godsamme, sterf nou eens even, man. Ik heb ook helemaal geen Estus Flask meer over. Ik hoor wat achter me. Ik weet niet wat het is. Ik hoor wat achter me. Oh, het is gewoon een normaal poppetje. Hallo? Iemand thuis? Wat is dit? Het is een lift. Kan ik hiermee? Moet ik daar naar beneden? Ik heb geen idee. Ga ik het proberen? Natuurlijk. Oh, we gaan omhoog. Oké. Dus waar gaan we naartoe vandaag? Oké. Throwing knives. Geweldig. Echt wat ik wil hebben. Als ik dit thuis zou doen, hè, had ik klap gehad. Oh mijn god, ik ben bijna dood. Oh shit. Nee. Oh fuck. Mis. Oké, nu gaan we hem pakken. Ik ben helemaal klaar met hem. Oké, daar is hij. Een bonfire. Oh, eindelijk een bonfire. Yes. Oh mijn god. Wacht. We zijn weer bij hetzelfde stuk. Ik heb gewoon één rondje gelopen. Perfect. Ik zie hier weer allemaal teringlijsten die ik niet vertrouw. Ja, ik wist het. Dit is echt perfect. Oké, dit is dus een shortcut. Maar hoe? Kunnen we hier gewoon naar beneden springen? Of... Ik heb niet zoveel leven meer namelijk. Oh, er gaat niet zoveel leven vanaf. Dat is perfect. Waarom is dit een shortcut? Want wat voor verschrikkelijks... Laat maar. Ik zie alweer wat verschrikkelijks erboven zit. Oké. Be wary of frost. Try pyromancy. Time for confidence. Ik denk dus dat dit weer een baas fight, purples fight, gevechtje, dingetje is. Ik denk dat ik het hierbij laat. We zijn weer heel vaak dood gegaan. We weten nu in ieder geval wel welke kant we op moeten. We moeten door die deur waarschijnlijk. Geweldig. Dan hebben we weer een boss fight. Zitten we echt op te wachten met 0 Estus Flask. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk?
Doe het dan niet, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer. Tussendoor, tussendoor. 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 Tussendoor, tussendoor.